Ingezicht Landgoed is een familieonderneming wat bestaan uit 10 plaatsen in die De Doorns omgeving. Hulle produceert tafeldrijven hoofdzakelijk voor die uitvoermarkt met klanten in onder meer China, Japan en Canada. Die onderneming heeft de jaarlijkse omzet van sowat 100 miljoen rand en dus grootliks te danken aan die sowat 1500 werkers wat die maatschappij laat floreer. Die Zuid-Afrikaanse Landbouwskrijversvereniging het die landgoed ook pas aangewezen als die Weskaapse boerderij van die jaar. Ons het een groot investering in ons mensen, dit is een mensenbezigheid. Dit is geweldig intensief. En ons passeer ons bezigheid op christelijke normen, op goede mensenverhoudingen en technologie. Die landgoed het onder meer verskeie kleuterskole, een bibliotheek en een kliniek vir sy werkers. Maar die landgoedse bestuur sê, die werkers moet die krediet kry vir die ondernemingse sukses. Ons moet eindelijk erkenning geef vir ons mense. Ek dink, omdat die maatskappy baie investeer in ons mense, met opleiding, ontwikkeling en al hierdie type goede, ek dink ek hulle is opgeleid en ek dink hulle het ons daar gebring wat ons vandag is. Die span hier by Mooi Gesig stuur hulle ook nie veel aan 'n politieke gekibbel nie. Die mense het opgestaan en die plaasmense het besluit dat hulle gaan nie toelaat dat mense van buiten namens hulle praat nie. Intussen wag Rousseau en die rest van die gedigte span by Mooi Gesig in spanning om te hoor wie op 14 November as Suid-Afrika se boerdery van die jaar aangewys gaan word. Percy Wuljang, Enies, De Doorns in die Weskaap.